radio en tv voor Steenwijkerland. 105.4 FM. Ja, en dat was dus Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. En we hebben hier de winnaars, zo'n beetje van de disco-wedstrijd hier naast ons. En die worden geïnterviewd door onze jongste vliegende reporter Ewald. Ga je gang, jongen. Ja, dat klopt. Ik sta hier bij de DJ Contest winnaar. Remco, introduceer jezelf eerst een beetje. Nou, ik ben Remco, ik ben 12 jaar. Ik draai ongeveer 4 jaar nu. Ik heb onder andere 5 mei gedraaid in Assen en in Emmen. Ik heb Glazen Huis gedraaid. Joppop komt er nog aan, dat is een heel groot feest. Met ook in een grote tent. En nog veel meer contesten komen eraan. En wat is er zo leuk aan het DJ'en? Het is vooral gewoon dat mensen meedoen op je muziek. Dat is gewoon geweldig. En ja, wat heb je nou precies gewonnen? Ik heb €100 bij de Bakshop gewonnen. Oké, nou leuk. En naast jou interesseer je ook maar even kort? Ik ben Roy, ik draai onder naam DJ RCG. Ik draai nu ongeveer 2,5 à 3 jaar. Er komen heel veel events nog van mij aan, Nederlands kampioenschap en alles. Dus ja, ik vind het geweldig om te doen. En wat is nou je leukste optreden die je ooit hebt gehad? Ja, dat is niet op te noemen zo. Ik denk dat ze elke is anders, maar toch ook weer hetzelfde. Het is, ja, de muziek maakt het gewoon. En ja, qua optredens, wat het leukste is, dat weet ik niet precies. En vanavond heb je natuurlijk nog ook een heel leuk optreden. Heb je daar een beetje zin in? Ja, zeker, zeker. En weet je welke muziek je gaat draaien? Ik denk dat ik gewoon de set van net ga draaien. Nou, heel veel plezier vanavond. Bedankt voor het interview.